Goedenavond, dames en heren, leden van de gemeenteraad, leden van het college, aanwezig op de publieke tribune, mensen die ons thuis via de ether of internet volgen, hartelijk welkom op donderdag 2 maart, de dag na complimentendag. Dus ik wil u nog allemaal zeggen dat u er zo fantastisch uitziet vandaag. Ja, maar gisteren heb ik niet iedereen een compliment kunnen maken, dus dan doe ik dat op 2 maart ook nog een keer. Wij hebben een mooie agenda voor de boeg. Hij is overzichtelijk. Dus het zou ook mooi zijn als dat ertoe zou kunnen leiden dat het niet direct vreselijk laat wordt. Maar dat laat onverlet dat wij alle ruimte voor het debat en het gesprek met elkaar hebben. Want we hebben tot 11 uur in principe. Dat gezegd hebbende moet ik nog melden dat mevrouw Lagas zich laat verontschuldigen. En dat overigens een ieder aanwezig is. Kan de agenda doorlopen worden zoals die is voorgesteld? Al dus besloten. Het vragenhalf uur. Ik heb 2 vragen. Volgens mij was de fractie van de LPO degene die als eerste 1 vraag heeft ingediend. Dat zou heel goed kunnen, voorzitter, want voor mij hebben ze van het weekend overstuurd. En meestal gebeurt dat inderdaad later, dus ik zal wel de eerste geweest zijn. Het betreft de verkeersafwikkeling op de Hessenweg West. En daar wil de LPO graag een aantal vragen over stellen. Ter introductie een klein stukje. Al vaker is de verkeersdruk op de Hessenweg hier ter sprake geweest. Met name de hoeveelheid sluipverkeer en de snelheden waarmee er gereden wordt. En dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Op basis daarvan zijn er maatregelen genomen, waaronder het gedeeltelijk tot fietspad verklaren van een gedeelte van de weg. Desondanks constateren aanwonenden in de ochtend en de avondspits een grote hoeveelheid auto's. Met deze constatering in gedachten maken aanwonenden zich grote zorgen over de toekomst, vanaf het moment dat de N340 is aangepast. De verwachting is mogelijk dat nog meer bestuurders zullen kiezen voor de Hessenweg West in plaats van de doorgaande route met de 2 rotondes. Daarom heeft de LPO de volgende vragen. De eerste is, wat zijn de bevindingen van de politie op de Hessenweg West? Zijn er de laatste tijd nog controles geweest op het gebruik van het fietspad door bestuurders van auto's die daar geen gebruik van mogen maken? En wat zijn de bevindingen? En zijn er nog snelheidscontroles geweest? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Vraag 2. Welke huidige afspraken zijn er met de provincie over de functie van de Hessenweg West na herinrichting van de N340? Vraag 3. Heeft de wethouder nog overleg met de provincie over de verdere uitwerking van de plannen rond de N340? En zo ja, is hij bereid om bij de provincie aan te dringen op een veilige, CQ-veilige inrichting van de Hessenweg West en het tegengaan van mogelijk sluipverkeer? En tot slot, voorzitter, is de wethouder van plan om bij de verdere uitwerking van de N340 en de consequenties hiervan voor de Hessenweg West in goed overleg de aanwonenden te betrekken en de input van de aanwonenden mee te nemen in het overleg met de provincie? Tot zover. Dank u wel namens het college wethouder ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Het is een stukje geschiedenis, zeker voor mij, als relatieve nieuwkomer. Dus het is een heel verhaal geworden. Het is inderdaad een lange geschiedenis, de Hessenweg West. De problemen van de Hessenweg West zijn meerdere keren in het verleden onder aandacht gebracht door aanwonenden. De weg was een sluiproute en er werd te hard gereden, aldus de bewoners. Door gemeente en politie zijn destijds diverse metingen gedaan, waaruit is gebleken dat de verkeersintensiteit variëren tussen de 600 en 800 motorvoertuigen per etmaal bedroeg en de gemiddelde snelheid rond de 60 km per uur. Dat zijn voor dit soort wegen, voorzitter, vrij normale waarden. Wel is uit metingen gebleken dat er sprake was van verhoogde drukte tijdens de spits, met name de ochtend en de avond. Kenmerkend voor sluipverkeer, inderdaad. En dat er incidenteel wat harder werd gereden dan de toegestane snelheid, klopt ook. De conclusie echter was destijds dat hier vooral sprake was van subjectieve verkeersonveiligheid. Na een krantenartikel, want zo werkt dat soms, heeft de gemeente toch een verkeersbesluit genomen, en dat was in 2013, om middels een soort fietssluis en bebording de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Wat zijn de bevindingen van de politie? Eerst weer een stukje geschiedenis. De afsluiting van de Hessenweg is destijds met een verkeersbesluit geregeld via formele instemming van de politie. Maar de politie heeft destijds wel laten weten in de werkgroep dat ze deze maatregel, die alleen gebaseerd zou moeten zijn op handhaving, niet kon ondersteunen. Dus de afsluiting middels borden en rood
asfalt kon zij niet waarderen. De instemming met de maatregel had destijds alles te maken met het tijdelijke karakter van het verkeersbesluit. Immers, met de kennis van toen, zou er nog heel veel veranderen met de N340, de N48, etc. Namelijk, destijds gepresenteerde inrichtingsplannen, die gingen ervan uit dat de N340 niet zou worden aangesloten op de infrastructuur zoals die nu wel is voorzien trouwens. Het voorstel was destijds van de politie om de weg fysiek af te sluiten. Dat is niet gebeurd omdat met name de bewoners en plaatselijk belang hiertegen hebben geageerd. Zijn de laatste tijd controles uitgevoerd? Nee, voorzitter, dat is niet gebeurd. De politie heeft destijds advies gegeven om er volgens een bepaalde procedure in te richten en ook fysiek af te sluiten met paaltjes. Dat is niet gebeurd. En toen heeft de politie aangegeven, omdat er geen paaltjes inkwamen en er toch ontheffingen werden verleend, zij niet zouden kunnen handhaven. En dat hebben ze sindsdien ook niet gedaan. Zijn er nog snelheidscontroles geweest? Voorzitter, de Hessenweg geeft voor de politie geen prioriteit, omdat op piekmomenten de snelheid wel wat hoger ligt, maar het gemiddelde is 68 km per uur. Voor de politie dus geen reden om de weg mee te nemen in de extra controles. Welke huidige afspraken zijn er met de provincie? Er zijn geen bijzondere afspraken gemaakt met de provincie over de functie van de Hessenweg West na de herinrichting van de N340. In het oorspronkelijk plan was de Hessenweg 40 opgenomen als 4,5 meter brede weg zonder directe aansluiting. Na de bezuinigingsronde maakte de Hessenweg West geen deel meer uit van de provinciale plannen. Heb ik nog contact met de provincie over de N40? Ja, die plannen, die contacten die zijn er. Die gaan in hoofdzaak over de aansluiting bij knooppunt Varssen. In veel mindere mate over de bedieningswegen en dan helemaal niet meer over Hessenweg West. Ik heb nog wel een bilateraal gesprek en dat is de 10e maart. Maar dat gaat over de verkeersstromen op basis van de verkeersmodellen. Het eerstvolgende bestuurlijk begeleidingsoverleg is gepland op 23 juni. Maar zoals gezegd, de Hessenweg West behoort niet meer bij het verbeteren, nog bij het optimalisatieproces. De pakketten zijn vastgesteld door GS en daar kan niet meer aan worden getornd. De Hessenweg West, zoals het gedeelte van de gemeente nu bij ligt, blijft onze verantwoordelijkheid. Trouwens, de weg is al ingericht als duurzaam, sober en veilig. Is de wethouder van plan om bij de verdere uitwerking in contact te treden met de aanwoners? Laat ik beginnen met te zeggen dat ik, voorzitter, dat ik het jammer vind dat de Hessenweg geen onderdeel meer is van het totale project. Echter, gezien de bezuinigingen, forse bezuinigingen, en de omvang voor Ommen, mogen we eigenlijk best tevreden zijn met wat er nu nog ligt. Herinrichting Varssen viaduct, vierbaans N48, twee rotondes bij de Balkerweg. Dit alles, voorzitter, maakt een gesprek op dit moment niet zinvol. De verwachting is ook dat de vierbaans 48 een vlottere doorstroming geeft in combinatie met de rotonde al of niet in turbo-uitvoering, waardoor de route Hessenweg West minder aantrekkelijk wordt als sluiproute. Wel wil ik toezeggen, voorzitter, om binnen de verkeersvisie extra aandacht te besteden aan de fietsroute langs de Hessenweg West vanwege de bouwfietstunnel onder de N48. Tot zover. Hartelijk dank aan de wethouder Ter Keurs. Misschien een goede tip om de vraag voor wat later in te dienen. Dan krijgt u wat kortere antwoorden. Maar dat geheel te zijde. Volgens mij was het een uitvoerig antwoord. Roept dat nog nadere vragen op? Niet? Dan hebben we dit punt afgehandeld. Dan heeft de fractie van de VOV ook vragen ingediend. In dit geval de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik heb ze wat later ingediend, dus het kan hier af met een korte krachtige beantwoording, zou ik zeggen. En gezien de portefeuille houden kennende, kan dit wel wat sneller dan dat er wellicht een andere portefeuille houden dit in zijn handen had gehad. Maar dat even terzijde. Voorzitter, in 2015, oktober wel te verstaan, konden inwoners en bezoekers van Ommen in de ideeënbus op de markt ideeën inbrengen. Wethouder Ter Keurs die gaf in de persbericht aan, ideeën en suggesties zijn welkom. Wij nodigen iedereen daarom uit om ideeën en suggesties voor het centrum met ons te delen. Denk aan ideeën over beplanting, kunst, parkeerplaatsen, gratis wifi, bepaalde types winkels die men mist. Samen kunnen we met Ommen, kunnen we Ommen nog mooier en aantrekkelijk maken. Voorzitter, nou is de VOV-fractie door een aantal inwoners van Ommen benaderd die een keurig kaartje in die bus hebben gedaan
en die verwacht hadden, die intentie was bij hun achtergebleven, dat zij een antwoord zouden krijgen wat er met de ideeën zou gebeuren. En volgens mij was dat ook de bedoeling, maar die mensen hebben aangegeven dat ze geen antwoord hebben gekregen, voorzitter. En wij hebben daarover de volgende vragen. Heeft er aan de indieners van de ideeën een terugkoppeling plaatsgevonden? En een aantal van de indieners hebben ons ook de ideeën van hun gedeeld met ons. En wij zouden graag willen weten van wat er met de volgende ideeën gebeurd is. Waarom staan er in de gemeente om een zo weinig prullenbakken, onder andere bij het bankje op de brug bij het station? Kunnen er prullenbakken geplaatst worden? Kan er een overkapping komen boven het bankje op de brug? Kan er gehandhaafd worden op overtredingen van snelheid op de markt, Vassenerdijk? Kunnen er borden geplaatst worden met de tekst: automobilist, u bent hier te gast? Kan er verlichting komen langs de wandelpromenade, langs de Vecht? Kan er in het centrum een speeltuin voor kinderen komen? Voorzitter, dat waren onze vragen. Dank u wel. Ook in dit geval wethouder Ter Keurs namens het college. Ja, voorzitter, alle gekheid op een stokje. Ik zal me niet herhalen wat hier gezegd werd aan mijn linkerhand. Er zijn, voorzitter, circa 240 ideeën en reacties binnengekomen. Echter, van een terugkoppeling richting individuele indieners is geen sprake geweest. Wel is een en ander via de pers teruggelegd naar de bevolking. Alle ideeën, voorzitter, zijn geïnventariseerd en gerubriceerd en hebben een rol gespeeld bij het opstellen van de centrumvisie en het actieplan voor het centrum van Ommen. Enkele suggesties zijn of worden meegenomen, andere zijn gewoonweg niet uitvoerbaar. Om een voorbeeld te geven van wat we op korte termijn gaan oppakken, dat is bijvoorbeeld het ontbreken van een goede schoenen- en lingeriewinkel, voor zover men daar behoefte aan heeft. We zijn actief op zoek naar een goede invulling en de HVO is nog steeds bezig en met gewinde spoed om te komen tot een gelijkluidende winkelopening en winkelsluitingstijden. Daarnaast, voorzitter, kwamen spelen of speelvoorziening duidelijk met afstand uit alle aangeleverde ideeën naar voren. En we hebben gemeend dat verder uit te moeten werken en even los van wie daar de geestelijk vader van mogen zijn, want dat wordt door meerdere geclaimd. Maar laat er in ieder geval, als het toegekend wordt, de subsidie van Tien Dorpplan een speelplek voor onze kinderen zijn en van ons allen. Die aanvraag is ingediend, maar we hebben nog geen antwoord op de aanvraag gekregen. De beschikking is nog niet binnen. Maar daarmee ben ik nog niet tot het einde gekomen van mijn relaas, voorzitter, want het informeren van de indieners en daarmee de afronding van het project is helaas tussen wal en schip geraakt. Dat is omdat we daar zelf niet scherp op zijn geweest. Dat is omdat we in die periode gewisseld zijn van projectleider en dat is omdat we gewisseld zijn van adviesbureau. Dat laat onverlet, voorzitter, dat dit anders had gekund en gemoeten. Dan kom ik bij wat sommigen net al mompelden, drie keer nee. Maar ik ga er toch iets uitgebreider op in. Weinig prullenbakken. We hebben een schouw gehouden, voorzitter, in september. Daarbij waren middenstanders en vertegenwoordigers aanwezig. En ons is niet gebleken dat er onvoldoende afvalbakken waren in het centrum. Wel afvalbakken die wat vaker geledigd mochten worden en die wat achterstallig onderhoud hadden. Maar niet te weinig. Dan een overkapping bij het bankje. Je kunt je paraplu meenemen, maar met deze winden zal die wel wegwaaien. Hier hebben we nog niks mee gedaan, voorzitter. Ik stel voor namens het college dat we openbaar gebied laten uitzoeken of dit wenselijk is en financieel haalbaar. Dan handhavingssnelheid. Handhaving is een taak van de politie. Kunnen er borden geplaatst worden met de tekst: automobilist, u bent hier te gast? Hier hebben we ook nog niks mee gedaan, voorzitter. En ook hier zeg ik toe dat ik OG laat uitzoeken of dit wenselijk is. Want veel borden maken borden uiteindelijk onleesbaar. Is dit wenselijk en wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn? Dat laat ik voor u uitzoeken. De verlichting langs de wandelpromenade. Zoals u weet, deze wandelpromenade ligt in het winterbed en kan onder water komen staan. Dus nee, daar gaan we geen verlichting aanbrengen. Die is dus wel heel helder. Nee dus. Kan in het centrum een speelvoorziening komen? Die heb ik al beantwoord. De aanvraag is al een aantal maanden de deur uit. We hebben nog geen beschikking. En ik heb u toegezegd, op het moment dat die beschikking binnen zou zijn, zou u de eerste zijn die ervan op de hoogte zou worden gesteld. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het is inderdaad zo dat momenteel de wandelpromenade een soort van natte voetenpad is. De Vecht staat enorm hoog. Maar goed, dat terzijde. Zijn de vragen afdoende beantwoord?
Nou, voorzitter, we hadden wel een idee bij de vragen, maar geen oordeel over van of het haalbaar of niet haalbaar is. De intentie ging er met name over om de terugkoppeling naar de indieners. Maar wat de afvalbakken betreft, voorzitter, zou ik toch een beroep willen doen. Want daar hebben we wel een mening over aan de portefeuillehouder. Of die toch eens wil kijken of het mogelijk is om een afvalbak rond die bank op de brug te willen zetten. Want ik moet daar wel constateren, ik fiets nog wel eens langs naar het station toe, dat er toch met name in het hoogseizoen regelmatig flesjes, papiertjes, et cetera, liggen. En dat zou ook voor de uitstraling van Ommen een prachtig iets zijn dat daar een prullenbak zou komen. De wethouder zegt u toe daarna te kijken? Denk ik. Voorzitter, ik had even een bilaatje, dat zeggen we toe, om daar even naar te kijken. Goed, dan hebben wij de vraag een half uur afgerond hiermee. En kom ik bij de vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 januari 2017. En daar heeft de fractie van de ChristenUnie zich gemeld. Ik wil dat wel zelf inbrengen. Dan kijk ik even naar de heer Van der Mooren of ik dat correct doe. Er is bij agenda punt 10, waar verslag wordt gedaan van de discussie over de natuurbegraafplaats, wordt gemeld met betrekking tot het bezit van de grond waarop begraven zou worden, dat die grond in bezit is van de heer Smit en dat die voornemens zou zijn die gronden over te dragen aan de initiatiefnemer om te realiseren wat het voornemen was. De ChristenUnie-fractie zegt maar die grond was al overgedragen, dus dat kan zo niet opgeschreven worden. Het voorstel is om die laatste zin te schrappen. Ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee, omdat het in zekere zin ook weinig toevoegt. Dus dan hebben we in ieder geval geen discussie over of het nou wel of niet klopt. Maar de vraag is of u daarmee kunt instemmen met dat amendement of wijzigingsvoorstel. Dan heeft u daartoe besloten. Kan dan overigens het verslag ook worden vastgesteld. Alles. Ja, dat is al van. Het was een textuele wijziging, denk ik. Ja? Die is gewijzigd, begrijp ik. Dan kom ik bij het volgende punt. Dat zijn de ingekomen stukken en de voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Dat is de lijst met ingekomen stukken en het jaarverslag Veiligheidsregio. Al dus voor kennisgeving aangenomen. De mededelingen vanuit het college van BNW. Ik weet dat wethouder Schelen een tweetal vreugdevolle mededelingen heeft. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, ik had u nog beloofd om u op de hoogte te houden van het onderzoek naar de beroemde rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Dit komt ook vandaag niet meer goed, hè? En de hele tijd. En ik snap ook waar dit vandaan komt. Dit is gewoon de dag na dat ik geen alcohol meer drink. Dus ja, dat zijn van die effecten. Het zijn die onverwachte effecten. Dat zou trouwens mijn tweede mening zijn. Kom ik zo op terug. De rubberkorrels. Maar toch wel meer in ernst. Want er was natuurlijk best wel zorg over zeg maar de effecten daarvan. En we hebben eerst natuurlijk door de RVM laten kijken. Ik had gezegd, er is ook nog Europees onderzoek zeg maar weggezet. Dat is ook zo. En dat onderzoek is nu gereed. Het is uitgevoerd door een Fins onderzoekbureau, European Camels Agency. En die heeft dinsdag geconstateerd en geconcludeerd dat het risico voor het bespelen van kunstgrasvelden minimaal is. En wel dusdanig dat het toch echt verantwoord is om daarop te spelen. Het is uiteraard wel zo dat je geen gekke dingen moet doen. Hè. Er zijn zaken geweest, bijvoorbeeld het oefenen van het inslikken van rubberkorrels of visjes en dergelijke. Ja, dat zijn zaken die je natuurlijk niet moet doen. Het kan ook zijn dat je, zeg maar, in de indoor situatie, dat je iets van huidirritatie kan oplopen. Maar dat is indoor sport, dat speelt dus hier niet. En dus zegt men, het is altijd sowieso natuurlijk erg verstandig om na afloop van sport te gaan douchen. Nou, dat neem ik aan, is voor iedereen een gezonde zaak. Met andere woorden, het lijkt op dit moment een goede afloop. Mijn tweede mededeling betreft dit bandje. Ik heb u de vorige keer aangekondigd dat er weer een grote actie is om de alcoholconsumptie te doen verminderen. De uitdaging voor mensen om of 30 dagen of 40 dagen
niet te drinken in deze maand. In Ommen wordt er ook actief aan meegedaan. Ik moet zeggen dat dat stemt mij zeer hoopvol. We hebben ook gemeend om na afloop van deze raad daar ook op een speciale manier bij stil te staan. Want beneden staan er straks verrassende non-alcoholische dranken voor u gereed. Tot zover, voorzitter. Ik vraag je dan af of dat een uitbreiding of een inperking van het normale assortiment is. Maar goed, dat is voorbij de borrel, denk ik. Die dus niet alcoholisch is. Ik heb ook nog één mededeling namens het college van BMW. Dat gaat over de breedband in onze gemeente. Daar hebben wij met elkaar met enige regelmaat over gesproken. Het is natuurlijk een diepgewortelde wens vanuit uw raad om daar voortgang in te boeken en meters te maken. Ik heb bij gelegenheid ook in een van de laatste vergaderingen u verteld over mijn teleurstelling over de voortgang en de problematiek die speelde. Die teleurstelling daarover heeft zich uitgekristalliseerd in gesprekken met de initiatiefnemers, met SIF. Samen met de collega's in Twente en Dalfsen. Dat waren best pittige gesprekken, moet ik zeggen, maar wel constructieve gesprekken waarbij we geprobeerd hebben in ieder geval aan tafel te blijven met elkaar en een opening te zoeken voor de vertraging die dreigde te ontstaan. Dat is aardig gelukt, moet ik zeggen. Ook wel onder de publieke en politieke druk die er wel degelijk is om iets te doen. Het beeld dat daar nu uit ontstaan is dat de SIF heel goed gekeken heeft naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook voor zichzelf goed de balans heeft opgemaakt. En ook eigenlijk heeft besloten de bieding, laat ik het maar zo zeggen, naar het gebied gewoon te vereenvoudigen. Ze liepen tegen een aantal problemen aan bij de gebieden die zij niet alleen in onze gemeente, maar ook elders in Nederland hebben aangepakt. En vooral het onderscheid tussen wat zit in die 96% en wat zit in de 4% die we wel gaan aansluiten voor een bepaald bedrag was redelijk complex en bewerkelijk. Ze hebben nu besloten dat gewoon 100% van het buitengebied zonder discussie en meer geld wordt aangesloten. Dus iedereen valt gewoon in dezelfde bieding. En die bieding houdt in dat voor €12,50 per maand een aansluiting komt op breedband. Of je nou dicht bij de weg woont of verder weg woont, dat maakt niet uit. Dat is dus iets duurder dan wat aanvankelijk werd genoemd en wat ook een klein deel van onze gemeente inmiddels gerealiseerd heeft gekregen, Beersen en Beersenveld. Maar daar staat dus wel tegenover dat het eigenlijk heel solidair is, omdat iedereen onder diezelfde regeling valt. Nou, dat spreekt mij wel aan, moet ik zeggen, want dat voorkomt ook heel veel discussie en ook wel ingewikkelde gesprekken heb ik in die eerste tranche gemerkt. Er zijn ook mensen die denken van ja, ik wil dat niet eeuwigdurend blijven betalen. In de nieuwe situatie is het ook mogelijk om het af te kopen voor, ik dacht, een eenmalig bedrag van €1600. Nou, dat kan aantrekkelijk zijn, zeker als je denkt dat je ergens langer wilt wonen of dat dat een extra waarde heeft misschien voor je onroerend goed. En daarmee is ook de mogelijkheid ontstaan om ons buitengebied goed van breedband te voorzien. De vraagbundeling gaat al heel vlot de komende weken plaatsvinden. Met als doel om de realisatie in 2017 te doen plaatsvinden. Dus dat betekent dat nu de snelheid er weer in komt. Nou, dat lijkt positief. Ik heb natuurlijk achteraf wel gedacht, SIF had alsjeblieft je kaken wat langer op elkaar gehouden. Had niet die €10 gecommuniceerd en had dit in één keer gedaan. Want dan had iedereen op de bank staan juichen. Want het is nog steeds een veel beter bod dan aanvankelijk via de initiatief in het Vechtal ontwikkeld kon worden. Maar goed, het heeft dus wel wat gedoe opgeleverd, maar we zijn er weer. En ik denk ook dat het nu een succes wordt en iedereen ook hier de schouders onder zet. Dat geldt voor de bestuurlijke partners in het gebied wat ik net noemde. Maar dat geldt ook voor de bewonersinitiatief hier Vechtal breed. Dus in die zin is er ook ondersteuning vanuit die kant. Wordt vervolgd. Akkoord, dat gezegd hebben we. Moet ik even weer mijn iPad opstarten. Kom ik bij de hamerstukken. En dat begint met de raadsverordening rond de ondergrondse infrastructuur. En die wordt voorgesteld om te besluiten om de huidige telecomverordening van 19 september 2001 in te trekken.
en de algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2017 vast te stellen, zoals die is opgenomen in het handboek kabels en leidingen, en deze per 1 april aanstaande in werking te laten treden. En artikel 211 lid 4 van de APV aan te passen door de woorden de daarop gebaseerde telecomverordening te vervangen door de algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2017. Al dus besloten. Dan kom ik bij de benoeming van de nieuwe stadsbouwmeester en de aanwijzing van de huidige stadsbouwmeester als zijn plaatsvervanger. En u wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Al dus besloten. Dan hebben wij de aanvraag voor suppletie door de provincie Overijssel voor de werkelijk gemaakte kost voor het baggeren van het kanaal Almelo-De Haandrik. Voor zover deze kost betrekking op de uitvoering van opsporings- en ruimingswerkzaamheden met betrekking tot conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en het van het Rijk ontvangen bedrag ter beschikking te stellen aan de provincie Overijssel. Al dus besloten. Dan komen we bij het preventie- en handhavingsplan integrale aanpak drank- en horecawet. U wordt voorgesteld dit vast te stellen en in het kader van dit plan de preventie- en handhavingsactiviteiten gericht op de alcoholmatiging voort te zetten en of uit te voeren. En u begint daar na afloop van deze vergadering mee. Al dus besloten. Cultuurnota, gemeente Ommen 2017-2020. U wordt voorgesteld de cultuurnota gemeente Ommen 2017-2020 met elkaar conform bijgaand concept vast te stellen. Al dus besloten. Dan kom ik bij het besluit over de sierteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daar hebben wij de afgelopen periode ook een aantal keren met elkaar over gediscussieerd. Dat is een discussie die heel breed gevoerd kan worden, maar die ook gevoerd kan worden langs de lijnen van het besluit. En dat gaat dan met name over de bestemmingsplan situatie. Ik denk dat het goed is om het daar ook toe te beperken. Ik realiseer me dat de correspondentie die u ook deze week nog weer heeft gekregen, tijdens betrokken partijen uit zou kunnen nodigen tot een brede beschouwing. Maar de vraag is of het een beetje kunnen richten op waar het denk ik over gaat. Maar u bent uiteindelijk natuurlijk zelf de baas over uw woordvoering. En ik kijk even rond of alle fracties daarover het woord wensen te voeren of dat zich dat beperkt tot een aantal. Ik begin met rechts kijken. ChristenUnie niet. LPO wel. PvdA wel. VVD ook. D60. Ja. VOV en het CDA. Mag ik met het CDA beginnen? De heer Dunnewind. Voorzitter, als gemeenteraad stemmen we vanavond al dan niet in met de noodzakelijke herziening van een bestemmingsplan buitengebied in procedure te brengen. Dit als gevolg van een besluit van de Raad van State. Uit onderliggende stukken blijkt dat de meningen van Vitens en de KAVB over de noodzaak tot het verbieden van sierteelt en akkerbouwmatige bloembollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden verdeeld zijn. Zo bleek dat ook nog maar eens uit de brief van de KNVB van afgelopen maandagavond en de brief van Vitens die vandaag in onze mailbox binnenkwam. De voorzitter refereerde er al even aan. Het CDA is van mening dat het voorliggende voorstel matig is onderbouwd, maar geeft het college het voordeel van de twijfel. In de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven om met de agrarische sector en met Vitens en aangevuld met expertise die er in Nederland is met betrekking tot dit onderwerp om de tafel te gaan zitten om tot een goede oplossing te komen. Kan de wethouder dit nogmaals bevestigen en aangeven hoe de raad op de hoogte gehouden gaat worden over de voortgang hiervan? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal ook proberen kort te houden, maar ik wil toch even met uw college even terug naar
De aanleiding dat dit nog een keer weer hier te bedden komt, de uitspraak van de Raad van State, want toen wij die binnenkregen en ook de stukken die wij nu lezen, dan lijkt het zich heel erg te fixeren op de grondwaterverontreiniging, drinkwaterverontreiniging. Voorzitter, als ik me goed herinner, in 2010 is het hier in de Raad aan de orde geweest. In het bestemmingsplan buitengebied stond al aangegeven op verzoek van de toenmalige raad dat het verboden was om sierteelt te plegen. Dat paste niet binnen de landschapscultuur van Ommen. Dat stond los van de vervuiling, de waterschapsvervuiling, maar ook de gezondheidszaken. Een aantal jaren daarna heeft de toenmalige staatssecretaris Dijksma een onderzoek laten doen en die heeft ze in de bureaula laten liggen. Ik heb vanmiddag nog even contact gehad met het ministerie en ik heb een stuk binnengekregen over de gevolgen ook voor de gezondheid van burgers en omwonenden. Het stuk is klip en klaar. Daar staat in dat de gebruikers, het zijn agrariërs, de grootste risico lopen. Maar de omwonenden en de mensen die in de buurt zijn ook risico lopen. En die risico's zitten erin, en ik zal straks uitleggen waarom ik dit aanhaal. Die zitten erin dat er nergens vaststaat, want de grootste deel van de middelen die gebruikt worden, die zijn toegestaan door Europa en door onze regering. Maar er staat nergens in hoe vaak en hoeveel je dat, die middelen kunt gebruiken. En bij vaak gebruik, bijvoorbeeld van het middel metamnatrium, waar de grond mee wordt ontsmet, bestaat een groter gevaar voor de volksgezondheid. Lichamelijke klachten zoals keelpijn, slijmvliezen, hoesten, misselijkheid, duizelig, etc. die worden in het rapport genoemd. Dus ik wil er nu vragen van als u het verder gaat ontwikkelen. Wij kunnen leven met het voorstel dat u zich niet beperkt tot de zaken die gaan over de waterwinning, maar ook over de volksgezondheid van onze burgers en onze bezoekers. Want als je kijkt naar het water, want die stoffen die gebruikt worden, die metamnatrium die in de grond gespoten wordt, dat mag. Maar er staat nergens, zeg maar, in de beschikking beschreven van wat de gevolgen zijn voor de sloten die naast de percelen liggen en hoe die stof daarin verwerkt wordt. Ik moet zeggen dat de brief die wij vanmiddag binnenkregen van Vitens, ons toch wel wat meer deed schrikken. Hè, want het verhaal is helder dat het niet voor de grondwaterverontreiniging van nu is, voor de toekomst. En ik vind het onze plicht dat wij ervoor zorgen dat ook ons nageslacht goed en gezond kan leven in dit mooie Ommen. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik het relatief kort kan houden. Ik denk dat de voorgaande twee raadsleden de argumenten die wij ook zouden willen aanbrengen allebei genoemd hebben. Het gaat zowel om, laten we zeggen, het streven van deze raad al vanaf het begin af aan om in deze gebieden geen sierteelt toe te staan. En het tweede argument dat namelijk ook de volksgezondheid van de omwonenden mogelijk in gevaar kan zijn. En wij denken dan in de zin van, ja, je kunt beter het voorzorgsprincipe hanteren en het dan niet toestaan. En dan op plaatsen waar dat geschikter zou zijn het wel toe te kunnen staan. Ja, en die zijn dan in de gemeente zeer beperkt. Maar wat dat betreft kunnen wij dus met het voorstel leven. En wij hopen dat hiermee de materie afgedaan is. Dank u wel. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Wij dienen vanavond een nieuw besluit te nemen. Of omdat de Raad van State het vorige besluit vernietigd heeft. Nou, de reden voor deze vernietiging die ons allemaal bekend, hebben we allemaal kunnen lezen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat de besluitvorming beter omschreven moet worden. Met andere woorden, heel simpel gezegd, het huiswerk moet overgedaan worden. Zo zie ik het. Dat brengt ons dan tot de onderbouwing, tot de stukken die wij hebben kunnen lezen. En ik ben het eens met datgene wat de heer Dunnewind heeft gezegd. Die onderbouwing is, zoals ik het beschouw, mager, rommelig en dun. Je moet het wel 3 keer lezen om daar toch nog een lijn in te kunnen vinden. Dat neemt niet weg dat wij toch wel meegaan met het voorstel van het college. Maar wat heel belangrijk is, dat is de toezegging van de wethouder in een commissie gedaan, dat de wethouder in gesprek gaat met de verschillende relevante partijen om zo te komen tot een goede oplossing voor deze agrarische sector.
Wij horen dan ook graag van de wethouder wanneer deze gesprekken zullen plaatsvinden. Wij horen ook graag de voortgang hierin. Want belangrijk is wel dat op heel korte termijn goede oplossingen komen. En we zijn ook verheugd in de brief van de brancheorganisatie, de KAVB, dat die ook de intentie heeft om tot een goede oplossing te komen voor wat betreft deze situatie. Conclusie, voorzitter, het bestemmingsplan buitengebied kan gewoon opnieuw in procedure gebracht worden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de commissie is al uitgebreid aan orde geweest en ik kan daar ook kort over zijn. Ook de briefwisseling met de KAVB en Vitens, die brief die wij vandaag binnenkregen. En daar staat dit volgens mij eigenlijk heel duidelijk verwoord. Voorzitter, het risico dat sierteelt zorgt voor een verslechtering van de grondwaterkwaliteit is echt reëel. En dit rechtvaardigt het verbod op sierteelt. En daarom stemmen wij ook in met opnieuw te besluiten het teeltverbod in grondwaterbeschermingsgebieden te laten gelden. Er wordt ook gerefereerd in het stuk aan de rapport van de Gezondheidsraad. De VVV heeft de opmerking gemaakt over een ander rapport, wat ook daar duidelijk over is. Dat het niet, wat ons betreft, niet alleen gaat om grondwaterbeschermingsgebieden, maar ook voor de volksgezondheid. En wellicht biedt dat rapport van de Gezondheidsraad handvaten om te komen tot een verdere terugdringing van bollenteelt en akkerbouwmatige sierteelt. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de LPO, de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de lokale partij Ommen staat voor een gezond leefklimaat voor mens, dier en natuur, nu en in de toekomst. Meer concreet betekent dat de LPO streeft naar een gezonde omgeving van lucht, bodem en drinkwater. Deze doelen staan wat de LPO betreft boven alle andere belangen. Kwalitatief goed grondwater en in het bijzonder goed drinkwater zijn letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Voorzitter, er ligt hier een voorstel waarin al een aantal collega's hebben aangegeven dat de onderbouwing, de causaliteit tussen het een en het ander, tussen de inzet van de middelen en de effecten daarvan, toch wel uiterst minimaal onderbouwd. En dat baart ons wel zorgen, want het zou jammer zijn als we als gemeente Ommen voor de tweede keer bij de Raad van State bakzeil moeten halen. Dat is jammer voor ons, dat is jammer voor iedereen en dat kost ook nog bakken met geld. Dus daar zouden wij geen voorstander van zijn. En wij sluiten dan ook aan bij door de andere collega's genoemde voorstel van, en ook het voorstel van de Bollenteeltbond. Ga met elkaar in gesprek en zorg met elkaar dat je komt tot een goede oplossing. Ik zal niet in herhaling vallen wat al allemaal is gezegd. Dus wat dat betreft kunnen wij het voorstel van het college steunen. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie geen woordvoering. Dan kom ik bij wethouder Terkeurst namens het college. Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank voor de brede steun voor dit voorstel. En ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Begin bij meneer De Jonge. Meneer De Jonge, hoe belangrijk ook de algehele volksgezondheid, de Raad van State heeft het op één onderdeel vernietigd. En dat is de couleur lokaal, de lokale situatie. We mochten een rapport wat geënt was op bollenteelt in de Veluwe niet gebruiken als grondslag voor ons eigen teeltverbod. De Raad van State heeft gezegd, kijk naar de lokale situatie. Dat is gedaan, dat hebben we gedaan. En het argument is de extra kwetsbaarheid van de waterwindgebieden door het niet of nauwelijks aanwezig zijn van een beschermende laag in de ondergrondse bodemstructuur, waardoor het infiltreren sneller en verregaande gevolgen zal hebben dan elders in de landen. En dat is wat mij betreft ook waar de KNVB in haar brief aan voorbij gaat, dat onze bodemstructuur een ander is dan in de rest van Nederland. Vandaar ook dat ik in de commissie al gezegd heb,
Dat is waar we het op enten. En mijn handreiking is dat ik in gesprek wil met de bollentelers en met Vitens onder begeleiding van een onafhankelijk deskundige. En ik heb toen geopperd, laat dat dan de Universiteit van Wageningen zijn, die onafhankelijk zijn en deskundig zijn en expertise hebben, die ons daarin kunnen gaan begeleiden. Wanneer dan, wat mij betreft, mevrouw Schunselaar en meneer Boomers, zo snel als mogelijk is. En dan gebruik ik de brief die de KNVB heeft gestuurd als kapstok om ze uit te dagen om zo snel mogelijk aan tafel te gaan. Daarnaast onverlet dat uw mening deel voor de algehele volksgezondheid. Maar we hebben dat, en dat was uw vraag, meneer de Jonge, in de commissie ook al. Mogen we dit meenemen in het huidige besluit? En dat ging dan over verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen, et cetera. Het antwoord daarop is, en dat was mijn vermoeden al, nee, dat kunnen we in dit besluit niet meenemen. Maar het baart ons wel zorgen. Wat ik graag wil, en dan kom ik bij de heer Dunnewind. Ik wil nogmaals bevestigen dat de uitgestoken hand, dat die nog steeds geldt. Dat ik daar zo snel mogelijk mee aan de slag wil. De voortgang wil ik borgen middels periodiek raadsbrief ten aanzien van dit onderwerp. En dat moeten we dan ook toevoegen aan de LTA. Dat we met elkaar afspreken dat dat per trimester of per half jaar zal zijn. Om u te informeren wat de stand van zaken is. Wat we hebben besproken, waar we staan en of we eruit komen. Zeg maar een soort laringsmars idee. Laat ik het zo maar noemen. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording in de eerste termijn. Dank u wel. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is in ieder geval deels voor de heer Dunnewind, niet de heer De Jonge, VOV. Ja, voorzitter, het antwoord van waarvoor dank van de wethouder is me helder. Hè? En ik heb het ook wel begrepen bij de uitspraak van de Raad van State dat er grenzen zijn. Echter, wat ik hier wel mee in kwijt wil, is dat we misschien, en die indruk die hebben wij als fractie toch sterk, dat er te weinig of verkeerde motivatie in de eerste aanleg bij de Raad van State zijn aangedragen. Dat het alleen maar gaat over de waterwin, de risico's voor de waterwindgebieden. Voorzitter, en ik wil aan de wethouder toch een aantal vragen stellen over of hij, zeg maar, als hij de gesprekken gevoerd heeft, heeft hij toegezegd, van ook wil kijken naar convenanten die er liggen in een aantal gemeentes waar het gaat over verantwoord telen. Want daar zou je misschien, hè, wat als je die convenanten leest, is er ruimte voor inbreng en op elkaar in gesprek gaan over de gezondheidsrisico's voor omwonenden. Ik heb een aantal van die convenanten gezien. Bijvoorbeeld gemeente Westerveld, Hardenberg, Huns en Aar, Tubburg en Koevorden. En die convenanten liggen heel dicht bij elkaar. Waar, zeg maar, toch ook wel iets opgezond wordt over de risico's voor omwonenden en mensen die daar in de buurt wonen. Dus de vraag is of in die gesprekken of dat zeker meegenomen kan worden en er toch een beetje dichtgetimmerd wordt, zodat de gezondheidsrisico's minimaal dan wel beperkt worden of uitgesloten worden. Ik heb wel een vraag aan mevrouw Schunselaar van de VVD. Want ik was een beetje verwat werd ik door wat zij inbrang. Want zij vraagt of er met alle partijen een, via u dan naar mevrouw Schunselaar, voorzitter, een gesprek kan plaatsvinden. En vervolgens hoorde ik mevrouw Schunselaar zeggen dat de uitkomsten moeten zijn in positieve, even in mijn eigen bewoording, voor de agrarische bedrijven. Want die hebben daar belang bij. Ja. Is het nou de bedoeling, voorzitter, voor u nu, mevrouw Schunselaar, dat er een uitkomst moet komen waar alle partijen zich in kunnen vinden? Of moet er gestuurd worden, vraag ik dan aan mevrouw Schunselaar via u, naar uitkomsten die positief zijn voor de agrarische bedrijven? Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik mijn tekst voor me heb liggen. Ik heb letterlijk gezegd verschillende relevante partijen. Dat betekent dus partijen die ertoe doen. Dat is wat u, de heer De Jonge, zegt van ja, verschillende partijen. Dus dat is één. En ten tweede, wij streven naar een goede oplossing voor deze sector. En deze sector is dan in dit geval de sierteelt. En wat die oplossing zal zijn, dat moet komen uit die gesprekken. De heer De Jonge nog? Ja, voorzitter, dan begrijp ik uit de beantwoording van mevrouw Schunselaar. Want dan vraag ik me af of een overleg in optiek van de VVD nut heeft. Want als er een uitkomst moet komen die positief moet zijn voor zeg maar één overlegpartner, dan hoef je dat overleg niet te voeren. Dus de vraag aan mevrouw Schunselaar via u is, van heeft dat overleg dan in uw optiek wel zin? Mevrouw Schunselaar. Meneer De Jonge, overleggen hebben altijd zin en ik heb ook ingehaakt of aangehaakt aan datgene wat de wethouder in de commissie heeft gezegd.
Die heeft dat zelf al aangegeven. Vervolgens heb ik de brief van de brancheorganisatie, de KNVB, erbij genomen. Daar staat ook in dat zij graag dat gesprek willen gaan voeren. Dus we wachten gewoon de uitkomsten af. En ik heb geconstateerd dat wethouder heeft gezegd, per trimester of per half jaar worden wij daarover geïnformeerd. Dat is het. Dank u wel. Fractie... Oh, ja, dat mag ook. Ja, maar het mag ook in uw tweede termijn. Maar ja, het is misschien wel interactief als u direct wat doet eigenlijk, bedenk ik me nu. Oh, doe maar. Dat is gek. Voorzitter, volgens mij was er mij nog een vraag gesteld door de heer De Jonge ten aanzien van het convenant. Convenant verantwoord telen, informeren. En dat gaat dan ongeveer zo in zijn werk dat we met agrarisch afspreken van welke middelen in welke mate ze gaan gebruiken. En als ze gaan gebruiken, dat dan de buurt wordt geïnformeerd. En dan is het adagium ramen en deuren sluiten en vooral niet buiten komen. Er is door een van mijn voorgangers, en dat is ook een geschiedenisles die ik meegekregen heb, gepoogd om te komen tot een convenant. Maar toen was het ongeveer hetzelfde als nu in de laatste alinea in de brief staat. Dat eerst het verbod op cultuurhistorisch waardevolle gronden, waar een teeltverbod ook geldt, dat dat eerst van tafel moest. En dan zeg ik van, ja, zo zijn we niet getrouwd. Ik wil een gesprek aangaan en ik wil eruit komen op basis van pariteit. Pariteit betekent dus dat iedereen evenwaardig is. Dat wil ik gaan doen. En dan wil ik ook daar die gezondheidsnormen in meenemen. Want ik weet dat dat haalbaar is. Maar niet met een mes op de keel, maar op basis van pariteit. Die toezegging heb ik gedaan. En deze verheldering geef ik dan bij deze. De heer De Jonge nog, naar aanleiding hiervan. Ja, voorzitter. Eigenlijk, en ik ben er blij om en dank de wethouder ervoor, geeft de wethouder een helder antwoord op de vraag die ik aan de VVD stelde. Dank u wel. Ook om lid te worden. Nou, dan valt de voorzitter bijna van zijn stoel, maar dat is... Niet iedereen wordt aangenomen, meneer de Kuwest. De fractie van D66. Nee. De fractie VVD. Nee. Nee, dat zou ik ook niet doen, want het scheelt misschien een lid. De heer Moerman. De fractie LPO. Nee. Dan denk ik dat wij tot besluitvorming over kunnen gaan. Waarbij mijn indruk is dat u kunt instemmen met de lijn zoals die door het college is verwoord. Waarbij in het debat natuurlijk wel een aantal dingen naar voren zijn gekomen die het college ook tot zich heeft genomen en ook mee aan de bak gaat. Dus wat mij betreft zitten we op dat punt volgens mij wel op een lijn. D'accord. Dan kom ik bij het laatste stuk van deze avond. En ik moet even mijn spul weer opstarten. Dat gaat over de Hessenweg West. 1. En de fractie van D66 heeft daar onder meer om bespreking gevraagd, maar heeft ook een amendement in de pijplijn voorbereiding. Dus ik denk dat het goed is om in dit geval met D66 te beginnen. Dan komen we vanzelf bij de andere fracties. De heer De Vries Robles, zie ik. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het eigenlijk heel kort houden, want we hebben in meerdere commissievergaderingen volgens mij uitgebreid over dit voorstel gesproken. En het zal u duidelijk zijn dat wij van mening blijven verschillen met de steller van het voorstel namens de gemeente. Waarbij we verschillende argumenten hebben, maar ik wil onze argumenten, die zijn krachtig verwoord in het amendement wat wij willen voorleggen. En ik lees dat dan ook maar even voor. En het amendement wordt ingediend namens de fractie van D66 en de fractie van de PvdA. En het amendement luidt als volgt. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017 met het kenmerk 205-6520-205-6522 besluit dat het uitgangspunt van het bestemmingsplan gebaseerd dient te blijven op het in het koninklijk besluit van 1975 opgenomen gronden van beschermwaardigheid van het gebied. Het betreft dan de karakteristieke vorm van het op het bestaande woonblok opgetrokken bouwwerk en de open agrarische structuur van de erfinrichting. Het college op te dragen om met een nieuw voorstel te komen waarbij het bouwblok op de bestaande plek gehandhaafd blijft en er geen sprake is van uitbreiding richting het open agrarische landschap. En draagt het college op om alvorens de besluitvorming rond het voorstel definitief afgerond is, handhavend op te treden op basis van het geldende bestaande bestemmingsplan.
de toelichting respectievelijk de overwegingen zijn dat niet is aangetoond dat de initiatiefnemer binnen het huidige bouwblok zijn wensen binnen het toegestaande bouwvolume niet kan realiseren en dat het huidige voorliggende initiatief het open agrarische landschap aantast door het toestaan van een nieuw bouwblok ten behoeve van de schuur en het plaatsen van erfafscheidingen als heggen en een omheinde zonneweide. Was getekend fractie D66 en fractie PvdA. Dank u wel. Hij is nog niet helemaal goed ingediend, want u moet hem nog ondertekenen. Kijk. En dan dragen wij er zorg voor dat hij wordt vermenigvuldigd en wordt uitgedeeld onder de leden van de raad. Ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen in eerste termijn hier al iets van gaat of kan vinden. Dus moet maar even kijken hoe dat gaat. De fractie van de ChristenUnie. De heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Nou, wij kunnen als ChristenUnie redelijk kort zijn over dit onderwerp. Wij hebben vanaf het begin af aan aangegeven dat we enorm tevreden zijn met de plannen die zoals die hier liggen. Omdat het wat ons betreft enorm het aanzicht van normen verbetert. En in die zin zien wij ook de inhoud van het amendement eigenlijk niet zo als steekhoudend. Dus daar zullen wij ook niet mee instemmen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Fractie LPO, de heer Remmers. Nu blijft hij. Dank u wel, voorzitter. Ik ben even hard aan het nadenken natuurlijk om te kijken of ik gelijk op het amendement zou kunnen reageren. Vooralsnog gaan we even uit, ook op basis van de stukken zoals we ze eerder besproken hebben. En op basis van de toelichtingen en de samenvatting van de zienswijzen zoals wij die gekregen hebben. Dat het groot deel van het amendement, bijvoorbeeld het koninklijk besluit, dat ook in het huidige voorstel daarin meegenomen is. De discussie in de commissie spitste zich met name toe op krijgen wij de juiste informatie, krijgen wij een juiste vertaling van de zienswijzes zoals die binnengekomen zijn. Daar hebben we toen van gezegd, daar gaan we vooralsnog van uit. In deze volgen we de wethouder en de ambtenaar die dat stuk heeft opgesteld. Dus we gaan ervan uit dat we een compleet verhaal hebben waarin we dus en voldoen aan het koninklijk besluit en voldoen aan alle beslissingen die op dat gebied genomen worden. Maar goed, ik stel toch voor dat we eerst kennis gaan nemen van het amendement. Dat we daarop ons gaan beraden en dat we daar dan in tweede termijn op terugkomen. Dat kan ook heel goed. De heer Moerman, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, ik kan hier ook kort over zijn. De commissie is uitgebreid aan de orde geweest. Wij zijn de mede-ondertekenaars van het amendement. Dit grijpt namelijk inderdaad terug op het koninklijk besluit in 1975, waarbij niet alleen de boerderij aan zich, maar voorheen Erven Slotman inderdaad als karakteristiek wordt bestempeld. En nadien is er in dat geval niks gewijzigd. En daarnaast gaat het wel om een aantal dingen. Het gaat bijvoorbeeld om Gop-Gof, dan gaat het om draagkracht. Er staat ook heel duidelijk het raadvoorstel dat die niet of in onvoldoende mate aanwezig is. Dat niet wegneemt dat de gemeente daarmee verder kan gaan en daar haar in haar eigen afweging kan maken. Nou, dan maken wij ons daar eigen afweging in. Gezien de aantal zienswijzen wat is ingediend, kunnen wij stellen dat er sprake is van onvoldoende draagkracht. En dat lijkt mij heel duidelijk. Voorzitter, dat was het. Dank u wel, fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Het gaat vanavond over de partiële herziening. Hessenweg West 1 in Ommen. Een punt wat al een aantal keren in deze vergadering besproken is. En vanavond gaat het onder andere ook over de ingebrachte zienswijze. Voorzitter, de zienswijze hebben wij zorgvuldig bestudeerd. We hebben dat ook vergeleken met alle informatie die we daar verder over hebben gekregen. En wij constateren dat hier geen nieuwe feiten voor ons zijn. Feiten die de besluitvorming van ons zouden doen veranderen. We begrijpen echter wel dat deze planvorming reuring geeft. Toen kan trouwens elke
ontwikkeling kan reuring geven. In dit geval aan de bewoners van de Merelstraat en omgeving. Want, voorzitter, onzekerheid kan reuring geven. Maar gelet op de situatie aan de Hessenweg nummer 1... en zoals het de afgelopen jaren de bebouwing, noem het nog bebouwing, heeft bijgelegen, kunnen wij ons niet voorstellen dat die voorgestelde ontwikkelingen negatief zouden zijn voor de omgeving. Daarentegen is wel zo dat we bezorgd zijn om de oproer die deze ontwikkeling nu al teweeg heeft gebracht. En dat vinden we jammer, want het plan heeft nog niet eens een kans gehad een positieve doorkijk te geven. En we begrijpen dit ook niet. Want kijken, als je nu kijkt naar de situatie zoals het de afgelopen jaren heeft gelegen. En als je dan even doorkijkt, als er geen veranderingen zouden zijn, dan zouden we nog een meer vervallen bebouwing hebben. Meer opgroeiend onkruid, groen, et cetera. Het zou er alleen maar slechter worden. En ik kan me niet voorstellen dat de omgeving dit zou hier blij mee zou zullen zijn. Daarnaast voelen wij ook dat de angst ook een beetje zit in datgene, laat ik hier dan toch maar zetten, wat in de open gebied, in die vrije ruimte, mogelijkerwijze zou kunnen gaan plaatsvinden. Maar de wethouder heeft in de commissievergadering daar uitgebreid over gesproken dat heel ver weg zou kunnen zijn. Zeg ik het nog voorzichtig. Voorzitter, we kunnen meegaan met de beantwoording van de zienswijze. We willen deze ook graag vaststellen. En daarom, voorzitter, kunnen wij instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter. Ik wilde het eerst kort houden, maar ik zie dat ik dan toch weer behoorlijk wat op papier heb gestaan. Dus misschien wordt het toch nog wel wat langer. Ja, voorzitter, want ik wil toch even terug en dan ook via u gelijk de vraag stellen aan D66. Want ik herinner me dat toen de dames Slotman de boerderij verlieten, dat er een projectontwikkelaar kwam en die wilde daar ontwikkelen. En daar was de gemeenteraad toen de tijd, dat is nog voor mijn tijd, zeer tevreden over, zeer content over. Economische recessie hebben ertoe geleid dat het niet ontwikkeld kan worden. Voorzitter, in de raadsperiode 2010-2014 herinner ik me nog twee belangrijke dingen. Eén, de woning werd gekraakt door zigeuners. En B, lag de woning er zodanig bij dat het geen aanzicht was voor de binnenkomst van Ommen. Voorzitter, en daar zijn in de raadsperiode 2010-2014 een aantal keren vragen over gesteld in het vragenhalf uurtje door de fractie van D66. Van wat gaat er gebeuren met de zigeuners om die uit het kraakpand te krijgen, zodat wij als buurt er geen last meer van hebben. En het tweede wat D66 toen die tijd gevraagd heeft, bij monden van de toenmalige fractievoorzitter mevrouw De Beek, van wat gaat er gebeuren met de pand, want het is een slooppand en dat moet verbeterd worden. Voorzitter, als ik nu het voorstel, zo het nu voorligt, kan ik me haast niet voorstellen dat er nu een amendement ligt van diezelfde D66 die een stokje wil steken voor het ontwikkelen van het gebied daar. Dus het wordt voor Ommen beter. Ik ga er in ieder geval van uit dat de aanvrager zich houdt aan de afspraken die in het bestemmingsplan staan. Dat die aangeven, er komt geen garage in, we gaan het bewonen. Er komt een paardenbak. Als ik goed geïnformeerd ben, past dat ook binnen het bestemmingsplan. In onze optiek, van mijn fractie, en ik kan me voorstellen dat er wat reuring in de buurt is. Want dat is een discussie, voorzitter. En daar heb ik al een paar keer om gevraagd. Die in mijn optiek een miskoming is in het GOP-GOF. Datzelfde GOP-GOF, want daar heb ik toen was ik nog bij een andere fractie, verschrikkelijk op doorgevraagd. Van, wat betekent nu de draagvlak? Kun je dat in onsen, in kilo's of in procenten, hoe kun je dat uitdrukken? Dezelfde fractie van D66 die vond dat niet nodig, want draagvlak in het GOP-GOP was belangrijk en was voldoende vastgelegd. Ik stel nog een keer voor, voorzitter, want als ik dan terugkijk naar Witharen, Vinkenbuurt en nog meer zaken waar er draagvlak is, maar ook geen draagvlak is, ruzie is, discussie in de buurt en dat moeten we volgens mij als gemeente en gemeentebestuur zien te voorkomen.
Dus een vraag via u aan de fractie van D66 van waarom niet tegen, terwijl er in 2010, 2014 een aantal vragen zijn gesteld die ik al genoemd heb over de sloop, het aanzien van het pand. En voorzitter, de volgende vraag via u aan de fractie van D66 gaat over de motivering van het amendement. En dat is de eerste bullet. Niet is aangetoond dat, nou, initiatiefnemer, et cetera. Als dat wel aangetoond wordt, als de wethouder dat kan weerleggen, gaat de D66 dan wel akkoord, vraag ik via u aan D66, met het voorstel zoals het nu voor ligt, en trekken ze dan het amendement in? En dat waren mijn opmerkingen en vragen, voorzitter. Dank u wel. Ten slotte de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Voorzitter, voor ons ligt een voorstel van de partiële herziening van de Hessenweg West nummer 1. Een voorstel dat het mogelijk moet maken om de voormalige aanblik van Ommen vanuit het noorden in ere te herstellen. Het is een lang traject geweest waarbij meerdere belanghebbenden van zich hebben laten horen. Meerdere fracties hebben daar wat over geroepen. Voorzitter, ik ga niet herhalen wat het CDA in eerdere vergaderingen heeft ingebracht. We kunnen ons vinden in voorliggend raadsvoorstel en zijn tevreden over de gegeven informatie door de wethouder. En zullen dus ook met dit voorstel instemmen. Dan nog even over het amendement. We zullen dit dus niet ondersteunen. Wat we wel positief vinden is de lengte van het amendement. En we zouden meer van dit soort raadsvoorstellen op maximaal 1 A4 willen zien. Dank u wel, voorzitter. Dat laatste ondersteun ik heel graag. Dus laten we daar gezamenlijk aan werken. Ik kijk even of wethouder Ter Kust een korte schorsing nodig heeft, zodat hij direct aan de beantwoording kan beginnen. Dat laatste is het geval. De heer De Jonge. Ja, zo, nou doet hij het wel. Ik had nog één vraag vergeten. En wellicht kan de wethouder die nog meenemen, want dan heb ik geen tweede termijn nodig, verwacht ik. En de vraag gaat erover, want in de commissievergadering heb ik het erg opgenomen voor het college, daar waar het gaat over de zienswijze. En het opnemen van de zienswijze in het voorstel. Echter achteraf is de brief verzonden aan de gemeenteraadsleden. En daar stond helder in dat die brief ook bestemd was, dus een zienswijze voor de raad. En ik zou van de wethouder graag willen weten van waarom die brief, die is waarschijnlijk niet via de Griffie gestuurd, maar wel via het college. En als ik normaal op mijn notenbox zie, dan komt er stukken via het college ook bij ons binnen. Waarom is die brief niet naar de gemeenteraad verzonden, voordat het in de commissie behandeld is? Ik heb de datum, dan moet ik hem even aan mijn stukken zoeken. Maar het gaat over de brief van de bewoners, waar ze in de zienswijze aangeven. En die brief is gelicht aan het college, als ik me goed herinner. En eronder stond aan de gemeenteraad. En ik heb in de commissie aangegeven van dat de zienswijzes normaal verwerkt worden in de besluitvorming. En dat is positief beantwoord door de wethouder. En dat wij zeg maar de zienswijzes niet separaat krijgen. Maar deze zienswijze die was wel degelijk ook aan de raad bestemd. Dus de vraag is, waarom is die brief, en als die van 14 december is, dan zal het wel zo zijn, waarom is die brief niet aan de raad, met de raad gedeeld? Wethouder Ter Kust, kijk volgens mij nog even of hij de brief kan vinden, dat we het over dezelfde correspondentie hebben. Nog ook in tweede termijn? Nee? Ja, die brief is daags na de commissievergadering alsnog door de Griffie aan de raadsleden verzonden. Zullen we de wethouder nog enig moment geven, zodat ik misschien de vraag die aan de fractie van D66 gesteld is, kan beantwoorden? Ach, wat een interessant idee. De heer De Vries Robles. Dank u wel. Het antwoord kan wat mij betreft dubbel zijn. Ten eerste, ja, we hebben wel degelijk aangedrongen op, laten we zeggen, vervanging of in ieder geval opknappen van dat pand ter plekke, omdat het in vervallen staat en verder vervallende staat is. Maar een opmerking die misschien aangeeft waarom wij op dit moment niet overtuigd zijn door het voorliggende voorstel, die zou zijn, heel simpel, als je een rotte kies hebt, dan vervang je die niet door een kroon naast het gat te zetten. Maar dat doe je op de plek zelf. De heer Bongers. Help je al.
We hebben de vraag opgezocht, voorzitter. En 2 van 12, ja. Dank u. 14 december 2016. Die brief. De brief. De beruchte brief. Dan had de wethouder volgens mij meteen de goede in zijn gedachten te pakken. Maar hij heeft hem inmiddels zelf ook weer gevonden. Wethouder Ter Kust. Brief bestempel 030970, 161216, ingekomen 14 december 2016. Onderwerp, zienswijze ontwerpbestemmingsplan wonen om een partiële herzieningsweg West 1 Ommen, om een 14 december 2016. Tot zover correct, meneer. Geachte raad van de gemeente Ommen. Brief gericht aan de raad van de gemeente Ommen, niet aan het college. Voorzitter, als mensen in de commissie zeggen dat de raad een brief onthouden is, dan gaan mij de haren overeind staan. Dan wil ik weten hoe het precies zit. Nu ben ik hier nog niet zo lang, dus ik ben niet bekend met de werkwijze van dit huis. Maar ik heb na laten zoeken hoe het werkt en dan zeg ik het nu in mijn eigen woorden. Een brief komt binnen, in dit geval medio december, gericht aan de raad. Wordt doorgestuurd naar de griffie. De griffie kijkt naar de inhoud van de brief en doet wat ze altijd doet in dit soort gevallen, stuurt het door naar de vakafdeling. De vakafdeling leest de brief, maakt hiervan een bondige samenvatting en voorziet het van een antwoord. Dit ene antwoord wordt bij de stukken gevoegd en gedigitaliseerd en openbaar gemaakt. De brief, in dit geval een zienswijze, voorzien met name adres, etc., wordt nimmer op deze manier openbaar gemaakt. Doch is ten allen tijde, en zo is men verzekerd ten allen tijde, of vraagbaar via de griffie. En dat is, en ik meen dat het de heer De Jonge zelf was die dat zei, usance al sinds jaar en dag binnen deze gemeente dat we op die manier werken. Tot zover de... Voorzitter, dan toch een interruptie als het mag. Het is volgens mij in de eerste termijn minimaal toegestaan. Maar, voorzitter, het is een helder antwoord, maar dat is niet de vraag. Want in de aanhef van de brief staat, en ik doe dat in mijn hoofd, aan de gemeenteraad van de gemeente Ommen. En dan vraag ik me af hoe het dan mogelijk is dat die brief aan de zienswijze is toegevoegd en de inhoud aan de zienswijze is toegevoegd in het document. Want als het een brief is aan de gemeenteraad van Ommen, is het geen officiële zienswijze. Dan is het een samenvatting, want zo lees ik de brief op, van hetgene wat ooit eens keer in de commissievergadering is ingesproken. Dan vraag ik nogmaals, hoe is het mogelijk, en u hoeft zichzelf niet aangesproken te voelen, hoe is het mogelijk dat die brief van 14 december pas na de behandeling in de raadsvergadering, van de commissievergadering, toen de inspreker aangaf dat er een brief is achtergehouden, inderdaad, en daar gingen mij ook de haren te reizen, en ik had het idee dat het over een brief over de zienswijze ging, ik hoef niet te herhalen, want dat heeft u al gedaan wat ik toen gezegd heb, hoe is het mogelijk dat die brief niet aan de raad gedeeld is? Misschien is het inderdaad wat ingewikkeld dat de wethouder verantwoording aflegt of een toelichting geeft op correspondentie die aan de raad is gericht. Misschien moet de voorzitter dat doen. Ik kan het niet hier ter plekke. Maar als u de behoefte aan heeft, dan kunnen we daar nog een keer even netjes uitschrijven en dan krijgt u dat gewoon toegestuurd. Ja, voorzitter, ik vind het principieel, hè, ook om daar wat er gebeurd is in de commissievergadering, dat een inspreker die dan in mijn optiek wat te grote woorden gebruikt van de brief is achtergehouden, hè, want er is wat misgegaan. En dat kan, hè, daar kun je een helder antwoord over geven. En ik vind het in belang voor de gemeenteraad, maar ook in het belang van de toehoorders en de inwoners van Ommen, dat er een heldere uitleg komt van hoe het voor is gekomen dat die brief niet met de raad gedeeld is. Ik ben het met u eens. En ik ga alleen een stapje terug en laten we maar even kijken wat er precies gebeurd is. En dan ook de vraag beantwoorden of dat feitelijk zo is dat die niet is gedeeld of niet correct is gedeeld enzovoort. Dus dat pakken we even op vanuit de rol van voorzitter van de raad. Dan kan de wethouder nu overgaan tot de beantwoording van de vraag met betrekking tot het voorstel. Voorzitter, dank u wel. Dan naar de inhoud. In het aangehaalde koninklijk besluit staat meer dan alleen wat hier voor het voetlicht is gebracht. Namelijk dat het destijds een in werking zijnde agrarische onderneming betrof. Een bedrijf dat vele malen groter was dan het huidige perceel. Namelijk niet alleen de 4 hectare behorende bij de boerderij, maar ook nog 16,5 hectare aan de overzijde van het Ommerkanaal. Voldoende in die tijd om een bedrijf met, ik dacht, koeien en schapen te kunnen runnen. Op dit moment, voorzitter, is bedrijfsmatige uitnutting van het perceel en van het gebouw niet meer mogelijk. Het gebouw
hoe interessant of karakteristiek of wat dan ook, in de huidige situatie is niet meer te redden. Het wordt ook door geen enkel instrument dat we hebben beschermd. Namelijk, het is geen gemeentelijk en geen rijksmonument. Sterker nog, het is niet zo heel erg lang geleden dat er zelfs een sloopvergunning voor is afgegeven. Gezien de desolate toestand nu, hebben de huidige bewoners het plan opgepakt om er iets moois van te maken, indachtig het koninklijk besluit van meer dan 40 jaar geleden. Want dat zij om het landschap schoon in combinatie met zoveel mogelijk te behouden. Voorzitter, hier gebeurt meer dan alleen zoveel mogelijk behouden. Hier is een familie die ook wel eens door onwetendheid geplaagd iets te ver gaat dan wat ze mogen binnen het huidige bestemmingsplan. En daar zullen ze lering uit moeten trekken. Namelijk dat ze alleen mogen wat op dit moment mag. Niet eerder dan dat het onder het voorliggende bestemmingsplan definitief is geworden. Dat ze dan uitvoering kunnen geven aan. Dat even terzijde. Hier ligt een plan wat voorziet in het realiseren van een woning. Dat wordt ontdaan van de latere aanbouwsels. Wat wordt gesitueerd op een zeer, en ik benadruk een zeer compact erf, waarin minder wordt teruggebouwd dan dat er wordt gesloopt. Een compact erf dat als geen ander past bij het oude hoevenlandschap zoals dat vroeger veelvuldig op de Ommeressen voorkwam. Er is zelfs de toezegging gedaan dat het bijgebouw, dat kleiner is dan de vierkante meters die zij slopen, dat dat wordt ingepast in het huidige landschap, conform een schuur passend in het hoevenlandschap. Er is met de landschapsarchitect gekeken naar het meest compacte erf, naar het terugbrengen van houtwallen en singels, waarbij de huidige boomgaard in ere wordt hersteld en waar uitsluitend de structuur wordt versterkt met inheemse planten. Dan is de vraag, kan dat allemaal binnen het huidige bouwblok? Voorzitter, en dat staat op bladzijde 3 van de aanvullende punten. Op een klein deel na past het binnen het bestemmingsplan. Het nu voorliggende bestemmingsplan geeft alleen aan een deel van het gebied een woonbestemming, waarbij het bebouwingsvlak enigszins aangepast wordt. Dat is het, voorzitter. En niet meer. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn, of dat we richting besluitvorming kunnen gaan. Ik begon bij de ChristenUnie in deze ronde. De heer Wint niet. LPO niet. De heer Remmers. U mag vanaf die plek, ja. Ja, ik zit toch nog even te stoeien met één puntje. En dat is, ondanks alle antwoorden van de wethouder, dank daarvoor. Is waar het zich dan op toespitst, ook via het amendement, dus die heb ik nu ondertussen ook wat verder op me in kunnen laten werken, is volgens mij dat het zich toespitst op dat koninklijk besluit. En misschien dat de wethouder van mij, al heeft hij misschien voor zijn gevoel gezegd, van nog een keer kan duiden van wat er nu gebeurt, hoe verhoudt zich dan dat tot dat koninklijk besluit? Kortom, van als we voor de Raad van State staan en het koninklijk besluit komt boven tafel, krijgen we het dan hier weer terug of kan het staan? Staande blijven. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Ik heb dank voor de beantwoording van de wethouder. Ik wil vragen de wethouder. Hij had het over latere aanbouwsels. Welke latere aanbouwsels doelt de wethouder op die dan blijkbaar na 1975 zijn gepleegd? Mevrouw Schunselaar, VVD. Dank u, voorzitter. Ik wil nog graag een reactie geven op het amendement. Nou, de indieners zullen wel begrepen hebben dat we dat niet zullen ondersteunen. Ik heb alleen wel een vraag aan de indieners. Er staat bij de tweede bullet dat er geen sprake is van uitbreiding richting het open agrarisch landschap. Bedoelen de indieners hiermee naar achter? En zou het, als het ergens anders was, wel kunnen? Dat is mij niet heel duidelijk. De heer De Vries Robles, D66. Ik kan die vraag vrij makkelijk beantwoorden, voorzitter. Als er sprake is van open agrarisch landschap en je plaatst panden op een plek waar ze nooit gestaan hebben en je plaatst heggen op plekken waar ze niet stonden,
dan is er volgens mij heel duidelijk sprake van aantasting van het open landschap. En dat is wat wij daar bedoelen. De Cor? Mevrouw Sunstra, nog andere opmerkingen in de tweede termijn? Nee, eigenlijk heb ik geen andere opmerking. Blijf gewoon met mijn met de uitgangspunt dat wij dit amendement niet zullen ondersteunen. Dank u wel. De heer De Vries-Robles, D66. Niet in tweede termijn. De heer De Jonge, VOV. Ja, voorzitter. Als oud-ombudsman waren we even in conclave. En dan wil ik de heer De Vries-Robles beantwoorden dat er in het verleden, en iets verder dan 10 of 20 jaar geleden, wal degelijk een beukenheg heeft gestaan op die plek en op een andere plek langs de weg rond die bebouwing. Dus wellicht eventjes navragen bij Harry Woerting, maar er heeft wel degelijk een heg gestaan. Voorzitter, ik wou, want er is de heer De Vries-Robles vergeten te beantwoorden. Volgens mij heeft, als ik het goed geluisterd heb, de wethouder namens college gezegd dat het allemaal klopt wat er binnen bouwblok plaatsvindt. En dan wou ik nog even reactie, als het via u mag, van de heer De Vries-Robles, hoe die kijkt dan naar het eerste bulletje van niet is aangetoond. Terwijl de wethouder volgens mij nu net aangeeft dat het wel aangetoond is. Dus hoe kijkt de heer De Vries-Robles via u naar dat bulletje? De heer De Vries-Robles. Voorzitter, ik weet niet hoe ik nog helderder kan verwoorden dat wij van mening zijn dat het realiseren van een bouwvolume, zoals de initiatiefnemer dat nu graag wil, heel goed binnen het bestaande bouwblok past. Volgens mij heeft de wethouder namelijk net ook gezegd dat het bouwvolume wat er nu staat zelfs groter is dan wat gerealiseerd gaat worden. Met andere woorden, in onze ogen is niet aangetoond dat het binnen het huidige bouwblok niet kan. De heer De Jonge. Nog één vraag dan, voorzitter. Want als ik me goed herinner, binnen de plannen die de projectontwikkelaar uit Nijmegen, wat je geloof ik ben even de naam kwijt, ooit had, die waren nog ruimer opgezet. Want er waren volgens mij de plannen om 2 woningen daar te bouwen, die waren nog ruimer opgezet. En toen die tijd was de D66-fractie voor die plannen. Dus hoe kijkt de heer De Vries-Robles via u daarna? De heer De Vries-Robles tenslotte. Voorzitter, de tijdspannen van de plannen van deze projectontwikkelaar, dat onttrekt zich aan mijn blik. Maar ik kan me niet herinneren dat D66 ooit voor ontwikkeling van woningbouw op deze plek geweest is. Fractie CDA niet. Dan is volgens mij nog één vraag voor de wethouder door de LPO-fractie. Ik wil u geen vliegen afvangen, voorzitter. Zoals het nu een klein beetje lijkt te gebeuren, maar volgens mij waren er 2 vragen, want had de heer Moerman ook nog een vraag gesteld. De aanbouwsel na 75, die kan ik niet beantwoorden, maar overeind staat dat er bij herhaling is aangebouwd. Eerst is het de oude bongvorm. En het was volgens mij was dat een, hoe heet zoiets, waar mensen langstrekken. De Hessenweg was een handelsroute naar Duitsland en het was een herberg. En is later omgevormd tot een boerderij en is uitgebouwd en later is het een deel. En dat kunt u ook zien, die totaal anders van vorm is en hoger is dan het origineel is aangebouwd. Maar ik durf hier niet mijn hand voor in vuur te steken dat het na 75 is. Wat ik bedoel te hebben te zeggen is dat de hoofdvorm wordt teruggebouwd, zo karakteristiek als die destijds was. En dat de aanbouwsels in mindere mate van 300 vierkante meter ruim naar 250 vierkante meter in de vorm van een landschappelijk in te passen schuur op een compact erf worden teruggebouwd. Dat heb ik bedoeld te zeggen. En dan staat op bladzijde 300.3 dat wij denken, en dan beantwoord ik gelijk de vraag van de heer Remmers, dat wij daarmee heel dicht blijven bij het KB uit 1975. En ik heb in de eerste termijn al aangegeven dat het koninklijk besluit is genomen in een tijd toen er nog sprake was van een agrarisch bedrijf. Dat is niet meer zo en dat is daar ook niet meer uit te oefenen. En dan moet je kijken naar wat het next best is. En dat is een woonbestemming. Een woonbestemming passen in het landschap. En dan zijn wij als college ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is voor dit gebied op dit moment. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan denk ik dat wij tot een afronding van de bespreking kunnen komen en over kunnen gaan tot besluitvorming. Er ligt voor een amendement ingediend door de fracties van D66 en de Partij van de Arbeid, waar u wordt voorgesteld een drietal besluiten te nemen, dat het uitgangspunt te blijven dient te blijven het KB uit 75 enzovoorts, dat het college wordt opgedragen met een nieuw voorstel te komen en het college wordt opgedragen om alvorens de besluitvorming
rondom het voorstel definitief af te ronden, handhaafd op te treden op basis van het geldende bestaande bestemmingsplan. Wie is voor dit amendement? Dat zijn beide genoemde fracties, D66 en Partij van de Arbeid. Wie zijn tegen het amendement? De overige fracties, ChristenUnie, LPO, VVD, VOV en CDA. Daarmee is het amendement verworpen. Kom ik bij het voorstel zelf. Wenst iemand daarover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan wordt u gevraagd om te besluiten niet tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijze. De notitie met betrekking tot de ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan wonen om een partiële herziening Hessenweg West 1 om een gewijzigd vast te stellen. In die zin dat op de verbeelding het maatvoeringsvlak, de maximale oppervlakte aan bijgebouw wordt gewijzigd van de provincie Overijssel te vragen om in te stemmen met de gewijzigde vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen. Wie is tegen dit voorstel? Fractie D66, Partij van de Arbeid. Wie zijn voor dit voorstel? De overige fracties, ChristenUnie, LPO, VVD, VOV en CDA. Dan heeft u al dus besloten. En dan kom ik aan het einde van deze vergadering. Ik sluit de vergadering. Ik nodig iedereen nog uit voor een gezellige afterparty met alcoholvrije borrels. Met een rietje, schat ik zo in. Dank allemaal voor uw inbreng, uw geduld en nog een fijne avond.